Jongeren en geweld. Het thema geeft vaak aanleiding tot ongerustheid en verhitte discussies. Zo lijkt de overtuiging dat jongeren steeds gewelddadiger worden algemeen aanvaard. Maar die mening is zelden gestoeld op een wetenschappelijk onderbouwde analyse. Bovendien wordt in het debat de mening en perceptie van jongeren zelf niet of onvoldoende betrokken. In het boek Jongeren en Geweld, Dader en Slachtofferschap, Gemeten en Beleefd, uitgegeven bij ACCO, brengt het Vlaams Veredisch Instituut voor het Eerst in Vlaanderen zowel beschikbare officiële als zelfrapportagecijfers over jongeren als daders en als slachtoffers van geweld samen. Ook worden jongeren zelf aan het woord gelaten. De jongeren waarmee we gesproken hebben, dat was een heel gebalanceerde groep van meer dan 100 Vlaamse jongeren. En daar kregen we dus ook de hele waaier aan meningen over geweld in hun leefwereld, zoals we dat ook bij volwassenen of in de hele samenleving vinden. Onderzoekers van het Leuvens Instituut voor Criminologie en het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid voerden in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut een onderzoek uit naar de rol van geweld in de leefwereld van jongeren. Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren toch wel veel situaties kunnen voorleggen en benoemen waarin ze zowel dader, slachtoffer als omstaander van geweld zijn. Dus ze worden wel in hun leefwereld geconfronteerd met geweld. Ze zeggen wel van ja, we moeten het niet positief bekijken, want ze staan wel negatief ten opzichte van het geweld. Dus zij keuren het geweld niet goed. En dan voornamelijk ook huiselijk geweld en seksueel geweld worden unaniem verworpen door jongeren. Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer 5% van de jongeren geweld pleegt. Dat een ongeveer even grote groep slachtoffer is van geweld. Dat het profiel van daders en slachtoffers gelijk loopt. En dat jongerengeweld meestal beperkt blijft tot leeftijdsgebonden experimenteel gedrag. Wat niet kan aangetoond worden, is een stijging van het jongerengeweld op basis van de beschikbare cijfers. We hebben wel een aantal andere elementen gezien die daar nauw mee samenhangen. Namelijk als je naar de cijfers kijkt over jongeren en geweld, ja, dat er eigenlijk een relatief grote groep is die zich nooit inlaat met gewelddadige feiten. Dat er een klein percentage is, ongeveer 5%, die wel eens een gewelddadig feit of die geweld pleegt of fysiek geweld pleegt. En dat daarnaast dan, hebben we niet echt kunnen vaststellen in ons onderzoek zelf, maar wel in het literatuuronderzoek, dat er eigenlijk daar van die kleine groep nog een kleinere groep is die dat blijkbaar niet alleen maar doet tijdens de jeugd, maar ook tijdens de volwassenheid dat doortrekt. Wat zijn volgens u de belangrijkste verklaringen bij het daderschap? Als we dus gaan kijken naar de analyses waarbij we die verklaringen hebben samengenomen, dan komt terug op het niveau van het individu, dus opnieuw jongens meer dan meisjes. En wat ook terugkwam is dat leerlingen uit het BSO-onderwijs meer geweld lijken te plegen dan leerlingen uit het ASO-onderwijs. Er is ook op het gezinsniveau, op het familieniveau dan, blijkbaar een effect van de band met de moeder. Jongeren die aangeven dat ze een slechtere band hebben met de moeder, lijken ook meer vertegenwoordigd te zijn als dader. En dan wat belangrijk is het uitgaansgericht vrije tijdspatroon. Dus jongeren die meer uitgaan, die meer buitenshuis zich bevinden, dat klinkt niet onlogisch denk ik, en die maken ook meer kans om dader te worden dan jongens die vooral een huisgericht vrije tijdspatroon of jongeren die vooral een huisgericht vrije tijdspatroon hebben. Voor de onderzoekers is alvast één ding overduidelijk. De stem van de jongeren moet centraal blijven staan.